ervaren mee hier in de Indische buurt in Amsterdam-Oost. Ik heb het wel begrepen, dat was jouw idee oorspronkelijk. Hoe kom jij tot dit idee? Dat is niet alleen maar mijn idee. Dat waren meer mensen die zeiden, we hebben een nieuwe meevaart. En we willen eigenlijk dat hier heel veel mensen naartoe komen om elkaars culturen van elkaar te leren kennen. En omdat het meevaart heet, toen we gingen nadenken hoe gaan we het noemen, is vaar mee naar ergens heen. Dus naar ergens op de wereld lag heel dicht erbij. Heel leuk te zien hoe jullie nieuwjaar vieren. Nou, dat kan je dan op televisie ook zien, maar om het mee te maken, dat is veel leuker. En dat laat echt iets zien van het leven, hoe jullie in Ethiopië leven. Vanavond in de planning hebben is heel simpel. De kinderen die zijn nu bezig met een tekenworkshop. Die gaan straks ook de tekeningen aan iedereen uitdelen. En we krijgen van Kibrit een filmpje te zien over Ethiopië. En hoe Ethiopië er eigenlijk uitziet. Dus om een goede beeld te kunnen vormen over Ethiopië. En hij heeft dus daarna nog een filmpje voor ons. En dat is waarschijnlijk een verrassing. Farmee is een initiatief geweest van Sabine, we kennen haar allemaal. En ik ben aan een groep geïntroduceerd door Suhaila. Dus ik heb me aangesloten bij de groep en dus uiteindelijk heb ik de kans gehad om dit soort mooie projecten in elkaar te zetten, zoals de Ethiopische nieuwjaar van vanavond. Welkom Addis Ababa, gelukkig nieuwjaar volgens Ethiopische kalender 1 september. En het jaar is 2005. Het is een nieuwjaar. Waarom in september in Ethiopië? Alles mooi. Ik bedoel, het winter voorbij en dan komt de lente. Bloemen die bloeien zo. En alle bomen groen. Gras heel groen. En daarna is het tijd voor ons nieuwjaar. Ik woon niet helemaal in de buurt, maar ik ken iemand hier uit de buurt. En ik vond het leuk om te komen, want ik heb vroeger muziek gemaakt, ook Ethiopische muziek. Mijn Ethiopische landgenote, senior Tafari, hij woont ook hier in de Oost. Hij is een van de eerste Ethiopiërs die hier in Nederland kwam wonen. በጣም ነው ደስ የሚለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሆላንድ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ አገር ሰዎች በአንድ ቦታ ተገኝተው የኢትዮጵያን ባህላዊ ስነ ስርዓት በተለየ ቡና አቀራረብ የምግብ አበላል ሙዚቃው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ የነ ማርሻል ቲቶ ታሪክ አንድ ላይ ተጨምሮበት አዲሱ ዓመት እኔ በስነ ስርዓት ደስ ብሎኝ ተቀበልኩት. Hoe belangrijk is zo'n activiteit hier in de buurt? Ik vind het zelf heel erg belangrijk, want zo kom je dus niet alleen bezig met je eigen cultuur, maar dan leer je ook nog andere culturen eromheen. Het is ook zo dat voor de mensen die daar heel weinig van weten, ik bedoel, mij heeft het wel geraakt vandaag. Ik snap er veel meer van, ik heb er veel meer respect voor en ik zou het zo nog een keer doen. Dus nu weet ik, elk jaar op 11 september, dat ik dan bij jou kan aankloppen van even, blijf mijn koffie. Ik vind dat heel belangrijk en ik denk juist, wij richten ons meer op volwassenen dan op kinderen. Want ik denk al die verschillende culturen, kinderen, die komen elkaar in de op school al tegen. En daar wordt ook heel veel voor gedaan, maar de oudere generatie, dus zeg maar wij en zeg maar vanaf 25 en ouder, die komen eigenlijk niet zo heel snel met elkaar in contact. En je hebt dan wel zo'n traditionele multiculti feestjes, maar wij willen dat mensen echt contact met elkaar maken. Zoals wat jij nu doet, dat je dingen laat zien.
Amsterdam is multi-ethnic, multicultural, multi-religious, heb na jaren baande lay adrogo awahdo azma be mastat na ndezi initiative mosadachu tilik neger no betami takmal be holland ust ka amsterdam bicham sayhon be holland ust yemiderego ye religious ye bahalawe harmony indi tanakrim yaregal tilik astwaazo yarlo mastel ben je vanavond wel een beetje gevaart naar Ethiopië? Ik moet eerlijk zeggen, jij gaat mij een keer meenemen naar Ethiopië. Dat ga je zeker doen. Echt, dat hou ik je te goed. Nee, ik begrijp er nu heel veel van. Ik zou zeggen, Malik Addis Ahmed. Dank je wel. Dus ik vind het heel leuk. En ik hou van buurtfeestjes. Dat vind ik leuk. Mensen bij elkaar, alle mensen, alle culturen. Dat is ook inderdaad de bedoeling, hè? Ja, een beetje meevaren met elkaar. Ja, heel leuk idee. Je ziet ook in de groepen, organiseren en varen mee. Ja. Wat gebeurt nog daarna? Hebben jullie nog verder? Ja, daar komt in ieder geval dit jaar nog een Egyptische avond. Daar komt een Surinaamse, daar komt een Zuid-Koreaanse avond. In maart is dan het Perzische nieuwjaarsfeest. Tot daar zitten we volgepland. Volgende meevaren naar is naar Duitsland. Ja. Want ik kom uit Duitsland, zoals het te horen is. En volgende keer varen we naar Duitsland. En dat wordt dan weer heel anders, want wij hebben geen koffieceremonie, maar we hebben wel ook iets met koffie. In Duitsland heb je drinkjes, kaffee trinken heet het dan. Dan eet je heel veel taart en je drinkt gewone filterkoffie daarbij. En dan wordt een beetje gebabbeld en een beetje geroddeld. En dat is dan Duitsland, dat komt onder andere, maar daar komen ook nog meer dingen.